Hier in Feestcafé Den Braai in Vlijmen is het vanmiddag stilte voor de storm. Want over een paar uur gaat het hier helemaal los. Ja, het is eigenlijk een beetje de dartstempel van Nederland aan het worden. Dus, en natuurlijk, ja, Michael is onze lokale held. En wij zijn natuurlijk als Vlijmenaren super trots dat hij Vlijmen ook op de kaart zet. Ja, ja. Dan denk je aan Vlijmen, dan denk je aan... Michael Vergerwe, Mighty Mike. Mighty Mike kwam in de finale door Gary Anderson met 6-1 af te drogen. Even verderop in Den Bosch heeft een goede vriend Kees Langhaar dan ook alle vertrouwen in een goede afloop. Ja, hij is gewoon de beste van de wereld. De enige manier voor die ander om te winnen is als hij echt een hele slechte dag heeft. Maar ik denk niet eens dat hij in de buurt komt. Ik denk dat het een heel kort potje wordt. Hoogmoed komt voor de val, zeggen ze dan toch ook wel? Ja, maar je mag ook zelfverzekerd zijn. Hij is ook de allerbeste. Twee jaar geleden werd Van Gerwe voor het laatst wereldkampioen. Als hem dat vanavond weer lukt, gaat het dak eraf in Vlijmen en is er een verrassing voor de fans. Hebben we natuurlijk ons Mighty Mike bier. We maken gewoon nog een extra feestje en gewoon een extra nieuwjaarsdagje erbij. Jullie Brabo's zijn wat gewend, hè, met carnaval. Tuurlijk. Een paar dagen achter elkaar doorhalen. We weten hoe het is om een feestje te bouwen. Ja. En bij winst volgt donderdag weer de huldiging. En dan gaan we Michael in ieder geval de eer gunnen die hij verdient. Nog een feestje. Nog een feestje.